Wat is dat, mensen? Mark Twart Dynasty en vandaag weer een nieuwe video. Zeker niet mijn langste, die er zal komen de komende tijd. Maar de maandelijkse rewards zijn er. Dat betekent voor mij over 2 accounts verdeeld, 24 informs, 12 op elk account. En doe vooral een duimpje omhoog, want ik hoop gewoon op een walkout. Ik krijg ze al niet zo vaak. Het zou leuk zijn als ik wel eentje kreeg, maar 1000 likes op deze video zijn er nog mooi. En vergeet vooral niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Nou, het is heel simpel. Ik haalde Elite voor de maand. Ik heb er hard voor moeten knokken in december. Zeker op nieuwjaarsdag was de kutste periode, denk ik nog. Dat was de allerlaatste. Het jammere is dat de kids ga ik waarschijnlijk niet instellen, want iedereen lief dan tegen je. Ik vind ze echt heel nice. Ik ga ze wel instellen na de Weekend League, dan speel ik misschien tussendoor een potje of zo. Maar het belangrijkste is die 12 informs. En er zijn zoveel mogelijkheden. Het kan extreem shit worden, of extreem niet. Het is een walkout. Oh mijn god, ja. Volgens mij is het een walkout. Dus ja. Welke? Het is de Quero. Oh mijn god, de troll. Oh, ik werd zo gelukkig. Het is nog steeds fucking goed. Oh, ik viel er compleet voor. Oei. Alhoewel, het kan nog steeds. Oh. Baal ik wel echt een beetje van. Kijk, Lalana wil ik eigenlijk gewoon niet. Valbuena heb ik geen... Ik heb eigenlijk niks aan. Nuttig, weet je, zeker Serie A team. Hetzelfde geldt voor hem. Thiago kan in potentie in mijn Bundesliga team. En Carvalho, ja, eigenlijk gewoon niet. Dus dit is echt heel erg jammer. Thiago gooi ik wel in mijn team dan vooruit. Zo zou mijn Bundesliga team er nu uitzien. Het is echt wel fucking nice. Ik weet alleen niet of ik moet geloven in handicap. Om de een of andere reden denk ik dan toch van... Het zou kunnen dat ik opeens genaaid word, weet je wel. Omdat ik dan opeens zo'n kaart in mijn team heb. Hij is wel echt... Het staat wel fucking nice. Moet ik eerlijk toegeven. Nou, dit motiveert me wel om hierna geen Serie A team te maken. Ik had zo graag Aguero gewild. Ik dacht hem ook gewoon, weet je wel. Ik had totaal niet meer verwacht. Ik dacht er gewoon niet meer aan dat Higuain ook een inform had. Maar, Missy Mark account. Daar is al mijn hoop op gevestigd. Daar wil ik iets goeds hebben. Echt, het moet. Alright mensen, game time. Missy Mark account. Weekend League Awards kunnen geclaimd worden. Ik ben zo bang. Ik vind dit nog het belangrijkste, want dit is gewoon het leukste. Omdat jullie dit ook kunnen, hoop ik natuurlijk dat jullie net zoals ik goede rewards krijgen. Ik ga ze ook hier niet instellen, hoe mooi ik ze ook vind. Maar de packs. Oei, de packs. Stel me niet teleur, alsjeblieft. Please, mogen de goden met me zijn. Het is geen walkout. Oh, dit wordt kut. Oh nee, het zijn kleine flares. Oh nee, ik word genaaid. Oh mijn god. Ik baal oprecht. Ik ben super dankbaar. Begrijp me daar niet verkeerd. Ik weet dat dit weer verkeerd overkomt. Maar ik krijg er 12. En kijk wat ik na Icardi allemaal krijg. Fucking hell, mate. Ik krijg 2 Duitsers. Dit is niet eens Werner. Ja, Werner zat in december. Oh mijn god. Ik ben royaal genaaid. Ik ga je niet verzinnen. Willian José. Van rechts naar links. Ga ik nooit gebruiken. Hij is zelfs tweede Bundesliga. Ga ik nooit gebruiken. Ook nooit gebruiken. Helemaal nooit gebruiken. Absoluut nooit van mijn leven gebruiken. Nooit van mijn leven. Ik wil er niet eens over nadenken gebruiken. Waarom bestaat deze kaart überhaupt? Deze is echt om te janken. Ja, ik had hem al. Ik heb hem in ieder geval nooit meer verkopen. Oh, dat is zonde. Het is echt super zonde. Lalana kan op zich in mijn BPL team, maar ook weer niet. Weet je wel, hij heeft niet betere stats dan wie dan ook eigenlijk. Kijken als je special... Ik zal hem eens vergelijken met mijn middenveld. Dus kijken of die ook maar enigszins beter is. Oh, ik voel me zo vies genaaid. Oké, Lalana heeft beter schot, passing en dribbling. Dembele, ja, hij heeft alleen beter schot, passing en dribbling. Dan alle drie mijn middenvelders. Oh mijn god. Ik heb ook geen Serie A team. Dus ik heb nu gewoon niks aan Icardi. Ik weet niet wat ik hiermee moet. Ik weet niet of ik Lalana erin zou gooien. Laat me weten of jullie dat zouden doen. Ik ben blij met Higuain.
Dat zeker wel. Ik had gehoopt op Aguero. Maar het is gewoon kut. Ik kan er lang of kort over doen. Ik vind het gewoon kut. Ik baal gewoon, weet je. Vooral deze, weet je. Die andere valt nog mee. Zeg maar, die is nog wel redelijk decent. Maar dit is gewoon... Ja, nog een maandje vechten dan. En dan hopen dat we nogmaals geluk hebben met Elite. Ik dank je voor het kijken. Hopelijk heb je genoten. Het was niet de langste video, maar dat maakt ook niet uit. Ik bedoel, een keertje onder de 10 minuten ruim eronder. Het was een keertje fijn, dus... Ik dank jullie, hopelijk heb je genoten. En als dat zo is, doe dan vooral dat duimpje omhoog. Abonneer voor als je dat nog niet gedaan hebt. En ik zie jullie de volgende keer. Doei.